Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 28 juni. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt en ik heb alles weer lekker openstaan. Want het is lekker 19 graden, wat heerlijk is. En er zou ook een buitje regen komen. Er is wel wat regen gevallen, maar ik dacht dat het de hele dag door een beetje zou regenen. Dat is niet gebeurd. Maar wat niet is, kan nog komen. Het is nog vroeg, dus er kan nog van alles gebeuren. Ik heb gisteravond Zeeman Confronteert Stalkers gekeken. Dat was best wel heftig. Oh, trouwens, nee, het was niet Confronteert Stalkers, Zeeman Confronteert. Ik haal die twee altijd door de war. Dit ging over een aantal mensen die hadden een paard. Maar dat paard werd dan bijvoorbeeld ziek, waardoor die niet meer bereden kon worden. Maar niet ziek genoeg, zeg maar. Waardoor die wel gewoon nog een fijn leven kon hebben. Alleen niet meer om erop te rijden. En die mensen konden het soms financieel niet aan. Of ze hadden gewoon te weinig tijd voor dat paard. Dus zochten ze eigenlijk een goed plaatsje voor het paard. Waar hij dus nog van zijn fijne oude dag kon genieten. Zonder dat er opgereden moest worden en dat soort dingen. Nou, die mensen zijn via Marktplaats op zoek gegaan. Toen kwamen ze een advertentie tegen die eigenlijk te mooi was om waar te zijn. Uiteindelijk kregen ze toch een goed gevoel bij deze dame die die advertentie had geplaatst. Dus ze kozen ervoor om ermee in zee te gaan. Maar ze hadden dan wel heel duidelijk gezegd, er mag bijvoorbeeld niet opgereden worden. Of ik wil absoluut niet dat het paard alsnog geslacht gaat worden. Nou, dat soort afspraken waren er gemaakt. De een die had het op papier gezet, de ander niet. En in het begin kregen ze dan echt nog wel filmpjes en foto's van het paard. Maar dat zakte een beetje af. Op een gegeven moment kregen ze helemaal geen contact meer met deze dame. Toen kwam één dame kwam erachter dus dat haar paard dus alsnog geslacht was. Een andere die heeft haar paard alsnog wel kunnen terugkopen. En sommigen hadden hun paard ook gewoon echt gratis weggedaan. Gewoon omdat ze gewoon wilden dat die een goed huis zouden krijgen. Zij opereerden een beetje zo. Ze gebruikten ook andere namen. Toen hebben ze onderzoek gedaan. Ze zijn erachter gekomen wie het was. Ze wilden een confrontatie doen. Dat is uiteindelijk alleen telefonisch gelukt. Want ze kwam bijna het huis niet uit. Of alleen met haar kinderen. En Thijs Zeeman zei ook, ik ga niet iemand confronteren waar kinderen bij zijn. Want die hebben er niks mee te maken. Hij heeft haar ook op het hart gedrukt dat ze gewoon naar de politie moest gaan omdat ze strafbaar was. Ze zei wel dat ze dat ging doen, maar ik geloofde daar niet heel veel van. Maar wel echt heel schokkend. En ik denk ook wel weer een eye-opener dat je gewoon het beste niet op Marktplaats kunt zoeken naar dit soort dingen. Ik denk gewoon echt dat je dan... Ja, ik weet natuurlijk niet hoe je dat het beste wel kan doen, want ik ben niet thuis in dat soort dieren. Maar ik heb het ook al best wel vaak mis horen gaan met hondjes. Dat mensen een hondje kochten via Marktplaats die uiteindelijk heel ziek was of van alles had. Dus ja, dat is best wel heftig. Dus dat is gewoon niet echt super betrouwbare plek, denk ik soms. Ik heb daarna eventjes het begin van het perfecte plaatje van vorige week gekeken en nog even gegamed. Toen zou ik de vlog verder gaan afmaken. De hele vlog was weg. Dus ik moest hem helemaal vanaf het begin opnieuw in elkaar zetten. Het is gelukkig wel gelukt. Dus ik heb het allemaal voor elkaar gekregen. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moest nog eventjes een nieuwe maken. En toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Wat wel weer echt super leuk is. Het is een beetje Emily in Paris-achtig. En het schijnt ook een combinatie te zijn van Devil Wears Prada. Dat ken ik zelf niet. Maar het is wel echt een heerlijke serie met ook wel humor die lekker wegkijkt. En daarna nog even blauw blauw. Toen ben ik naar bed gegaan en heb ik mijn boek uitgelezen. Vind ik wel heel jammer, want ik genoot heel erg van dit boek. Maar ja, goed, soms ben je er snel doorheen. Ik ga nu eventjes hier de boel doen. Ik heb jullie vorige week nog meegenomen in wat dingetjes doen. Dus dat ga ik jullie laten zien. Het kan wel zijn dat de beelden soms wat donker ogen. Omdat ik heel erg veel dingen in het donker moest doen natuurlijk. Omdat er de boel dicht moest zitten vanwege het weer. Maar goed, ik heb onder andere ook mijn scrubmammy opgehangen. En dat soort dingetjes. Dus ik heb wel wat dingetjes weer gedaan. Dus ik ga jullie het gewoon laten zien. Dus ik ga eventjes aan de gang. Ik ga muziek aanzetten. En dan ga ik het eventjes hier aan de gang. En dan daarna denk ik nog even in mijn bullet journal aan de gang. Dus dat is voor nu even de planning. Ideaal, scrubmammy hangt nu gewoon aan de tegels. Dus dat vind ik wel heel erg handig. Zo, echt een hele fijne uitvinding. Dus daar ben ik wel blij mee. Dan pak je hem gewoon makkelijker en kun je hem ook weer makkelijk terug ophangen.
Er zitten nu ook gewone kaarsjes in. Ik zal even laten zien hoe het eruit ziet als ze aan zijn. Althans, de kaarsjes op batterijen zitten hier nu in. Ja, ik vind het zelf gewoon beter met de kat. Ik zie wel dat deze is feller dan de ander, maar ik had er nog één liggen, dus die wilde ik even doen. Ik denk wel dat het een kwestie is van dat je hier van moet houden. Sommige mensen zweren gewoon echt bij echte kaarsjes, maar... ik vind het toch met katten een beetje te gevaarlijk. Dus ik vind het eigenlijk zo prima. Zo, alles weer klaar. Alles is weer lekker schoon. Dus dat is altijd wel weer heel lekker. Ik wil even kijken of de temperatuur alweer wat gezakt is. Dat blijft een beetje het punt van 25,5. Dus het gaat langzaam, maar het lukt wel. Het was wel fijn om even lekker aan de gang te gaan. Dus het is allemaal wel weer lekker gelukt. Dus dat vind ik altijd zelf wel heel prettig. Katjes hebben ook net lekker gegeten. Ik heb nog even lekker in mijn bullet journal gewerkt. Dat was ook wel fijn. Nu ga ik... ik heb de was ook al opgehangen. Die was al klaar, dus die hangt ook weer. De rest kan eraf en dan kan ik dat ook weer eventjes verwerken. Dus ja, wat dat betreft ging het allemaal wel lekker vlot. Ik ga nu zo eventjes lekker relaxen. Ga ik straks lekker douchen en eten. Ik heb even het oude papier weer verzameld. Ik heb ook even lege flessen verzameld. Die kan ik dan morgen inleveren. Dan ga ik ook de blikjes inleveren. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dus ik ben benieuwd of dat het pakt, ja of nee. Dus dat gaan we wel zien. Ik ga vanavond kinderen kopen, een huis kijken. En ik denk nog eventjes gamen. En ik denk dat ik even het perfecte plaatje van vorige week probeer af te kijken. Vanavond is de finale, dus dat gaan we dan wel eventjes zien wanneer ik die ga kijken. Ik ga mijn blogpost schrijven. Ik moet er nog even één nieuwe foto voor maken, maar dat komt nog wel. En dan ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie Blauw Blauw. En ik moet een nieuw boek uitzoeken, maar ik weet nog niet welke. Het is inmiddels ook heel erg donker geworden hier. Het is echt heel erg betrokken, dus ik verwacht misschien nog wel een buitje. Maar we moeten maar even zien of dat die gaat vallen, dus... nou ja, goed. Ik ben in ieder geval blij dat het helemaal schoon is. Ik heb ook de switch even helemaal van zijn kant gehad. Ook even helemaal weer schoon gemaakt. Dat is ook altijd wel fijn. Ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 29 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo boodschappen doen. Ik moet even nog stofzuigen. De kleding moet er nog even van de bank. Ik moet mijn broek even afzuigen, die zit onder het haar. Maar in ieder geval weer boodschappen doen. Het is lekker bewolkt, het is 23 graden. Er valt nog niet echt regen, maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Ik heb gisteravond gekeken naar kinderen kopen een huis. Ja, op zich wel een mooie aflevering, maar ik irriteerde me een beetje aan dat meisje. Want ze zei steeds één bepaald woord, waar yo of zo. Dat zei ze echt elke keer. Toen dacht ik echt, oh, ik begon me een beetje te irriteren. Maar verder was het ook wel prima. Tijger, wat is er? Ik heb even het perfecte plaatje afgekeken. Dan moet ik alleen op de finale kijken. Ik weet
Dus ik weet al wel wie er gewonnen heeft, maar goed, dat is niet anders. Ik heb nog even gegamed. Toen heb ik eventjes mijn blogpost geschreven en eventjes mijn thumbnail gemaakt voor de vlog. Die is allemaal geüpload, staat allemaal online. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna nog even blauw-blauw. Toen ben ik naar bed gegaan om een nieuw boek te kiezen. Dus dat was ook wel weer leuk. Ik ga even stofzuigen en dan ga ik even schoenen aantrekken en dan ga ik zo de deur uit. Dus ik neem jullie nog wel even mee en dan zie ik jullie weer als ik weer terug ben. Ja, ik denk dat dit wel kan. Het is een vrij klein ringetje wat ik zocht. Dus die ga ik zometeen gelijk even proberen of dat die erin kan. Dus daar ben ik blij mee. De boodschappen. Ik heb hier waterflesjes gehaald, want het gaat eigenlijk best goed. Het Sparo drinken. Ik heb spekjes. Chocomelk. En kattenvoer. En ook even twee flesjes cola. Dus die. Dan heb ik kuppensoep gekocht. Ik was even bij Trekpleister. Daar heb ik een potje pseudocreme gehaald. Want dat schijnt dus heel goed te zijn voor de droge plekken onder mijn ogen. Dus ik ben heel benieuwd. Dan heb ik toetjes. Twee keer de schoonmaakhandschoentjes, want ik had één setje alweer gesloopt. Dus dan heb ik nog eventjes op voorraad. Dan heb ik kipdijfilet. Dat is deze voor maandag. Ik heb ook weer eventjes bij Trekpleister deze meegenomen, want ik was er alweer doorheen. Dus dat is, waren er 2 voor €1,25. En dat had ik eerst niet in de gaten, maar mijn coach zag het. Ik heb boontjes. 2 keer friet van oma. Dit zijn de smulfrieten. Het was 2 voor €3. En ook 2 keer de aardappelschijfjes. Ik heb niet super veel gehaald, maar ik had ook nog het een en het ander in de vriezer. Zoals voor vandaag had ik al eten, dus dat is allemaal top. Verder had ik bij Trekpleister nog eventjes deze gehaald. Want die hoorde nog bij de Wild Escape collectie van Patrice. En die kon ik dus voor mij niet vinden. En bij Zeeman. Kijken waar die andere nou weer is. Heb ik nog 2 crunchies gehaald. Met die lapjes eraan. Die vond ik ook wel heel leuk staan. Dus nu heb ik er eentje met geel en eentje met dit kleurtje. En een mooie palet van 50 cent. En die ziet er zo uit. Dus dat heb ik nu gehaald. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik even die visie proberen in te doen. Dan is dat allemaal ook weer mooi klaar. Dus kan ik nog mooi even wat doen. Want het is nog vrij vroeg. Dus ja, wel lekker eigenlijk. Piercing zit er nu dus in. Het is dus dit ringetje. Ik hoop dat jullie hem goed kunnen zien. Het was even een gepruts. Ik wilde eigenlijk jullie proberen erin mee te nemen. Maar het ging eigenlijk niet echt van een leien dakje. Ik had ook weer een klein beetje bloed, omdat je dan toch weer loopt te prikken erin. Maar hij zit er uiteindelijk, kwam hij er doorheen en kon ik hem heel makkelijk dichtklikken.
ben blij dat ik niet voor de 6 mm ben gegaan, toch voor de 8 mm. Maar ik had van die grote ook echt last, ook met slaap. Ik kon er slecht op liggen. Dus ik ben blij dat er nu dit formaatje in zit. En ik denk, ik vind het ook wel heel mooi staan. Even net wat strakker zo erin. Ik ben er zelf heel blij mee. Ik heb deze overigens zelf gewoon gekocht hoor. Het is niet gesponsord, maar ja, heel blij mee. Dan kan die straks gewoon even weer lekker ook goed spoelen met douchen. Dus dat is wel fijn, toch omdat ik steeds de balletjes verlies. Ik heb de boodschappen al opgeruimd. Ik heb het ook al naar boven gebracht. Ik heb boven nog heel iets gedaan. Maar niet heel veel, want ik ben nog best wel een tijdje bezig geweest met die piercing. Verder, ja, was het boodschappen doen verder allemaal wel prima. Ik merkte wel dat het bij de Boni nu super druk was, omdat de Plus dus gesloten is. Ben je niet zo gewend. Ik dacht ook dat ik een hele vracht zou hebben bij de Boni, maar het viel me eigenlijk reuze mee. Ik had een heleboel lege flessen ingeleverd, dus ik had flink wat statiegeld. Nou, dat scheelt ook altijd weer natuurlijk. Doordat ik ook eigenlijk een stuk minder kwijt was. Dus ja, dat. De katten hebben nu lekker net gegeten. Ik ga zo even lekker relaxen. Het is nu inmiddels heerlijk aan het regenen. Heel fijn. Toen was ik op aan het wachten. Het begon een beetje te druppelen toen ik mijn medicijnen ophaalde. En toen ik eigenlijk hier thuis kwam, toen begon het wel een beetje wat meer los te gaan. Maar nu gaat het wel echt wat meer los. En daar was ik op aan het wachten. Dus dat is heel fijn. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik even de finale van de beste slechtste chauffeur terugkijken. Ik weet niet of ik daarna nog wat ga terugkijken, want je hebt zaterdagavond eigenlijk ook niet echt wat ik leuk vind en zondagavond ook niet. Dus misschien dat ik ook nog wat bewaar voor het aanstaande weekend met kijken. Ik ga sowieso eventjes nog lekker gamen. Ik ga mijn foto's bewerken. Ik ben blij dat ik nu de lijsten voor de potloden heb ik klaar. Ik heb mijn lijst van mijn lipsticks en mijn nagellak up-to-date. Dus ik ga wel even zien wat ik nog meer ga doen. En dan ga ik weer lekker blauw-blauw kijken. En mijn Netflix-serie en mijn boek lezen. Dus dat is het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niet zo heel veel meer doen. Ik heb niet zo heel veel te vertellen ook meer. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is vandaag 30 juni. Ik heb net even de blush video afgerond. Dus die is ook klaar. Dus dat is fijn. Verder ben ik gewoon klaargemaakt. Ik heb eventjes weer een keer een lipglossje gepakt. Vond ik ook alweer een keer leuk. Maar ik merk altijd meteen dat die haartjes erin gaan prikken. Dat is echt een nadeel van de lipgloss. Want ik voel hem hier nu gewoon zitten en ik krijg hem er niet uit. Maar ja, ik vond... Oké. Hebbes. Ik vond het toch wel weer een keer leuk lipgloss. Maar net wat ik zeg, die haartjes, dat is altijd een beetje een naar iets. Ik heb de pseudocreme uitgeprobeerd onder mijn ogen. Ik had een beetje een witte waas, maar gelukkig kun je het goed uitsmeren. Dus ik ben heel benieuwd of het de droge huid een beetje tegen wil gaan. Het schijnt heel goed te werken, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik was zelf ook wel verbaasd, omdat ik het altijd meer als babycreme refereerde. Maar ja, als het werkt, dan werkt het. Dus dat zou mooi zijn. Ik heb gisteravond even het pesten van de slechtste chauffeur afgekeken. Dat was de laatste en dan werden de winnaars bekendgemaakt. Ik wist wel van de kandidaten al wel wie er had gewonnen. Dat was al op televisie duidelijk geworden, maar ik wist niet welke instructeur er had gewonnen. Dus dat was nog wel een verrassing dan voor mij. Maar dat was wel leuk. Toch ook nog wel gezakte erbij trouwens. Daarna ben ik even gaan gamen. Toen heb ik mijn... foto's bewerkt. Er moesten even een paar nieuwe voor gemaakt worden, maar dat heb ik allemaal al klaar. Ik zie hier dat muis een kostje op haar oor heeft. Daar ben ik niet zo heel blij mee. En toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken en blauw-blauw. En toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen, maar ik was ook vrij moe. Ik weet niet hoe het kwam. Verder ook niet zo heel veel te vertellen. Ik ga zo even stofzuigen, de bakken scheppen en dan ga ik even strijken, want dat moet ook weer gebeuren. Dus ik ga even muziekje aanzetten en dan ga ik even de strijk wegwerken. We leveren de Senseo weer even in spuiten met Dusty, zodat hij weer even ontvet is. Ik had de andere dingen had ik gisteren al eventjes in een sopje gezet. Dat is inmiddels droog. Dus dat is ook allemaal weer fris. Dus dat vind ik altijd wel fijn. Dus dat is even wat ik wil gaan doen. Maar kijk, Muis die heeft hier. Ik hoop dat ze het wil laten zien. Muis, kom eens. Ik wil even jouw oortje laten zien.
Doe eens kijken. Kijk, ze heeft hier een korstje op haar oor. Ja. Katten filmen, dat valt niet helemaal mee, maar volgens mij is het te zien. Dus ik denk dat ze gevochten heeft met een van deze twee. Dus daar ben ik niet zo blij mee. Maar goed, de muis moet wat meer voor zichzelf opkomen, zeg ik altijd. Maar ja, muis is gewoon soms te lief. Ik ga even de dingen doen en dan ga ik strijken. Want ja, dat moet ook weer eventjes gebeuren. Ik ben weer klaar. Ik vond het nog best warm met strijken. Het viel nog best een beetje tegen. Dat dacht me alleen net. Daar heb ik een strijkwerk. En dan had ik nog twee broeken liggen die eigenlijk gestreken moeten worden. Maar ja, ik heb de strijkplank ook al naar boven. En ik heb de strijkbout ook al uit. Dus die leg ik wel in de mand voor de volgende keer. Daar heb ik gewoon even niet bij nagedacht. Dat was niet zo heel slim. Maar ja, het kan gebeuren. Ik ben in ieder geval blij dat dit weer weg is. Het is altijd wel weer fijn. Ik ben best eventjes bezig ermee geweest, maar op zich, weet je, als je gewoon even met muziek erbij doorgaat, dan gaat het op zich ook wel snel. Ik ben in ieder geval blij dat dit weer weg is, dus dat is wel weer fijn. Dan kan dat morgen ook weer de kast in. Ik heb het berggoed er wel boven gezet, maar er moet alleen nog even de kast in, dus dat doe ik morgen dan gewoon eventjes. Verder nog even een beetje creatief geweest en toen heb ik net de katten eten gegeven, heb ik de keuken eventjes een beetje opgeruimd. Ik heb die... Ik had de senseo weer even dus ingespoten met Dasty. Die heb ik ook weer schoon. Ik heb de onderdelen er weer in zitten. Dus dat is ook altijd fijn. En oké, fijn. Ik heb nu een dode vlieg aan mijn sok. Ik ga zometeen even in ieder geval nog even lekker relaxen. Ik moet ook even de camera opladen. Want anders heb ik morgen niet genoeg batterij. Verder ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik. Ik weet er alles van. En daarna lekker anoniem. En ik denk misschien nog even wat terugkijken, maar misschien ook nog even gamen, moet ik even zien. Dan ga ik de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik weer lekker verder met de Netflix serie en daarna verder met Mokromafia. En daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Ik heb ook het idee dat ik een hele vieze bril op heb. Ja, zie.
Want ja, dat eindigde vorige week echt super spannend. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat nu verder gaat. Dus daar heb ik ook wel zin in. Dat wordt verder ook wel de avond. En daarna gewoon weer lekker naar bed om een boek te lezen. Dus verder niet heel veel bijzonders. Ik zou jullie even up-to-date houden de komende dagen hoe het gaat met de crème. Pseudo-crème. Ja, ik hoop echt dat het een soort lifesaver is voor de droge plekken. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Ik ga de camera opladen en eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is alweer 1 juli. De tijd is echt voorbij gevlogen. Maar goed, 1 juli dus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb alles wel openstaand. Het is wel een beetje regenachtig. Ik moet wel zeggen, het valt me nog mee wat er valt. Want er zou heel veel komen. Nou, dat zie ik niet. Alleen, het ruikt buiten een beetje naar een brandlucht. En dat vind ik niet zo heel prettig. Dat ruik ik nu in huis ook. En daar word ik niet heel blij van. Maar ja, je doet er niet zo heel veel aan. Want je wilt toch luchten. Want het is hier nu 24,5 graden in huis. Nou heb ik begrepen dat volgend weekend de temperaturen weer op gaan lopen. Dus dat is weer minder. Maar ja, goed. Je doet er niet zo heel veel aan. Ik heb gisteravond even gegamed met Nathalie. Hebben we even bijgekletst. Want... ja, heel veel spreken we elkaar ook niet. We moeten eigenlijk gewoon vaker gamen. Maar er komt ook wel... Ja, ik vind het ook wel lekker om televisie te kijken. Ik game liever iets later. Maar ja, zij heeft natuurlijk een ander ritme. Want zij wil gewoon op tijd slapen. Dus ja, dat is allemaal een beetje... Ja, een beetje anders. Dan kun je gewoon merken dat je twee totaal verschillende levens hebt. Maar het was even heel gezellig. Daarna heb ik even anoniem gekeken. Was ook super spannend. Dus ja, ik vind het wel echt een hele goede serie. Toen ben ik de video in elkaar gaan zetten, heb ik mijn blogpost geschreven, verder gegaan met de serie op Netflix en toen ben ik Mokromafia gaan kijken, wat super spannend was. Dus ja, dat was allemaal prima. Ik heb nog eventjes lekker in bed mijn boek gelezen, dus dat was ook wel weer fijn. Toen ben ik lekker gaan slapen en op zich ging dat wel goed. Geloof ik, ja. Ik kan me er niet heel veel van herinneren, dus meestal heb je dan goed geslapen. Vandaag op de planning, ik ga zo even stofzuigen. Ik wil boven even wat opruimen. Ik heb een strijkbout hier nog staan van gisteren, want ik vind het altijd een beetje eng om die, als die warm is, boven neer te zetten. Als die omvalt, ik heb er boven geen zicht op, dus ik laat hem altijd beneden afkoelen. En als die dan helemaal koud is, dan zet ik hem weer boven terug waar die moet. Dus dat is op zich wel fijn. Eigenlijk even een plekje bedenken voor mijn stomer, want ik wil die eigenlijk niet bovenin zetten, want ik gebruik hem best veel. Dus ik wil eigenlijk even kijken of ik hier beneden een plekje kan vinden daarvoor. En ja, ik moet even de kwasten wassen en ik ga even in mijn bullet journal aan de gang. Dus dat is het ook wel, of in mijn blog en YouTube boek. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Ik ga zo eerst even stofzuigen en de bakken weer scheppen. En dan ook even de tweede ventilator bakken, dat is toch wel prettig. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu de planning. Het is inmiddels heerlijk aan het regenen. Echt fijn. Dat had ik ook echt wel op te wachten. Dus het is wel lekker. De wind waait ook. Dus ik heb wel de ramen op de haakjes gezet. Want ze waaiden dicht. Maar het is wel heerlijk dat het nu lekker aan het regenen is. Ik heb boven even lekker opgeruimd. Mijn kwasten zijn schoon. Ik heb eventjes mijn blog en YouTube boek bijgewerkt. Toen heb ik nog even iets opgeruimd. En toen heb ik de katten lekker eten gegeven. Dus die hebben het nu lekker weer op. En nou eventjes wat laatste dingen in de keuken opgeruimd. Ja, wat dat betreft eigenlijk allemaal wel prima. Dus nu ja, even lekker genieten van de regen. Ik weet niet hoe lang het blijft regenen, maar dat gaan we wel zien. Maar ik ben er wel blij mee. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is er niet zo heel veel op televisie. Het enige wat ik leuk vind, dat is beste kijkers. Maar voor de rest is het eigenlijk niet echt iets wat mij interesseert. Dus ik ga wel iets terugkijken en even gamen.
Dus ja, die tijd ga je nu toch in. Voor de rest ga ik eventjes. Een vlog voor het grootste gedeelte editen. Dan moet ik nou wel even goed opletten dat ik hem goed opsla. Dat ik het niet weer verkeerd doe. Ik ga lekker mijn Netflix-serie kijken en Parels en Zwijnen. En dan lekker mijn boek ook weer lezen. Dus dat wordt het verder ook. Piercing gaat wel goed. Ik zie, af en toe heb ik nog een beetje vuiligheid wat er afkomt. Maar dat komt natuurlijk omdat het een beetje gebloed had. Maar ik ben er nog steeds heel blij mee. Ik voel hem ook niet zitten. Want je voelt de sluiting ook niet. En dat is echt heel fijn. Bij het gewone oorbelletje voel je heel erg die sluiting. Maar je voelt dus nu niet waar die dicht zit. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus ik ben er nog steeds heel blij mee. Ik krijg alleen het potje van de pseudocreme inmiddels niet meer open. Die zit zo strak dicht. Ik heb de kracht niet. Ik kan met die rechterarm nog steeds geen kracht zetten. Omdat ik nog steeds heel veel pijn voel door die peesontsteking. Het wil niet overgaan. Maar ja, wat ik al had verteld. Die prik zie ik gewoon echt niet zitten. Dus ja. Ik moet even kijken of ik die open kan krijgen. Komt vast een manier hoe ik hem wel open kan krijgen. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 2 juli. Ik zit gewoon eventjes lekker op de bank. Ik heb geen ventilator aan. Ik heb geen ramen open. Want ik merk toch dat het goed doorwaait. Het is inmiddels 23,5 graden in huis. Dus het is nu eigenlijk niet nodig om dat aan te zetten. Ik heb nog wel met de ventilator geslapen. Maar ik merk ook wel dat ik wat meer weer verkouden word. Maar ja, het is het een of het ander. Weet je, of je zweet je bed uit. Of je wordt een beetje verkouden. Dus dan maar een beetje verkouden midden in de zomer. Ik heb het potje pseudocreme weer open gekregen. Dat was heel fijn. Ik vertelde natuurlijk gisteren dat ik dat potje niet meer open kreeg. Maar ik heb hem weer open gekregen. Dat is heel fijn. Ik heb mijn oogdruppels volledig in gebruik. Dus dat merk ik ook wel dat dat fijn is. Dat je echt merkt dat het, het tranen een stuk minder wordt. Dat vind ik echt wel heel fijn. Ik was wel een beetje angstig, want je kon er een beetje wazig van gaan zien. Maar ik moet zeggen dat het bij mij gelukkig niet het geval is. Dus het werkt wel goed. Ik heb gisteravond even de finale van het perfecte plaatje afgekeken. Ik wist natuurlijk al wel wie er gewonnen had. Ik was wel net voor de ander. Ik zal niet zeggen wie er gewonnen heeft. Misschien zijn er nog mensen die er terug willen kijken. Maar ik was wel net voor de ander. Maar ja, goed, helaas. Ik heb nog even lekker gegamed. Ik heb weer even mijn kookspelletje gedaan. Dus dat was ook wel weer leuk. Toen heb ik de vlog in elkaar gezet voor zover dat kon. Dus dat is ook allemaal gelukt. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna die Parels en Zwijnen. En toen ben ik naar bed gegaan om het boek te lezen. Dat was verder ook de avond niet heel spectaculair of zo. Ik ga zo even groenten afhalen, stofzuigen en zo. Ik moet eventjes nog snitsels uit de vriezer halen. Dan getuig ik nog even naar boven om daar nog wat te doen. Want volgend weekend schijnt het weer behoorlijk warm te worden. Dan komt er ook niks van. Dus ik dacht, nou dan kan ik dat nu nog mooi even doen. En dan straks gewoon weer eventjes foto's maken. Dus ik laat straks uiteraard weer even de fotospullen zien. Maar ik ga nu eerst maar eventjes standaard dingen doen. De katten hebben behoorlijk huis gehouden in de tijd dat ik op bed lag. Dus de lopertjes waren van de tafels. Er ligt weer overal haren, plukjes haar. Dus ze hebben weer behoorlijk lopen spelen. Dus dat ga ik nu allemaal eens eventjes lekker opruimen. Dus dat is de planning. Zo, ik heb fotospullen gepakt. Ik heb hier van Essence de Make Me Glow Baked Highlighter. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dan heb ik hier twee airbrushjes in de matte variant en de glow variant. Die ik dus samen ga reviewen. En hier de lip kit van Primark. En daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Dus hier ga ik nu mooi eventjes foto's van maken. Zo, ik ben weer lekker klaar. Het was eigenlijk best wel een lekker productief middagje. Ik heb eventjes de boontjes afgehaald. Ik had ondertussen lekker een muziekje aan. Ik vind het altijd lekker om dingen te doen met muziek erbij. Toen ben ik even naar boven gegaan, boven nog wat opgeruimd. Dat bureau is helemaal leeg, dus dat is echt heel fijn. Dus er komt wel wat schot in, maar er staan gewoon ook nog wat spullen waar ik een video van moet maken. En als dat erop zit, kan ik dat ook gewoon opruimen, dus dat is beter. Mijn schoenen weer even teruggezet. Dat is ook wel weer heel fijn. Dan moet ik eigenlijk weer even de stofzuiger mee naar boven trekken, zodat ik daar weer even goed kan zuigen. Maar goed, daar kan ik niet zo heel goed bij natuurlijk, dus dat moet nog eventjes gebeuren. Fotospullen bij elkaar gepakt, foto's gemaakt, even geïmporteerd, eventjes wat boeken naar mijn USB-stick gezet. Maar die USB-stick is niet altijd best meer, dus ik zou eigenlijk een keer een andere moeten kopen, want ik merk dat die steeds eruit gegooid wordt.
En het ligt denk ik niet aan de USB-poort, want hij doet het niet met mijn harde schijf. Het ligt gewoon aan het stikje, hij is ook al wel vrij oud. Dus dat was wel lekker. Toen heb ik de katjes lekker eten gegeven. Ik heb zelf nog een deempje op, maar moet ik wel weer mee uitkijken. Want ik heb er nou van de week een paar gegeten. En ik merk gelijk dat ik hier dan weer een puistje krijg op mijn hoofd. Dus dat is wel minder. Maar ja, dat was eigenlijk verder wel lekker. Nu ga ik zo nog even lekker relaxen. Ik heb inmiddels wel de ventilator even aangezet. Dat vond ik toch wat warm worden. Maar de ramen heb ik wel dichtgelaten. Dan ga ik daarna lekker douchen en eten. Vanavond denk ik even wat dingen terugkijken. Er is niet zo heel veel wat ik eigenlijk leuk vind. Want de meeste dingen stoppen nu ook. Dus ik ga wel even zien wat ik ga kijken. En uiteraard doe ik vanavond ook mijn nagels. Want die zien er niet zo heel mooi meer uit. Ik had de lak eraf gehad. Ik zie hier en daar nog wat zitten. Dus daar moet ik nog even overheen. Maar dat gaat er dan ook weer lekker af. Dus dat is ook altijd wel weer lekker. Ik ga sowieso mijn foto's bewerken en verder met mijn Netflix-serie. En daarna weer blauw-blauw kijken. Dus dat wordt verder ook de planning. En dan, ja, ik wil weer verder met mijn boek. Ja, het is een beetje een boek. Volgens mij heb ik hem ooit al een keer gelezen. Maar er werd hij volgens mij verteld vanaf het vrouwelijke personage. En volgens mij hebben ze hem nu geschreven in het mannelijke personage. Maar ik heb ook niet alles meer helemaal helder. Want het is echt al heel lang geleden dat ik het boek heb gelezen. Dus ik ga toch nog eens even uitzoeken of ik hem überhaupt al een keer heb gelezen. Maar volgens mij wel. Alleen nu wordt het dan door de man verteld. Dat is op zich wel leuk, want het is wel echt een heel dik boek. Maar goed, dat dus. Dus ik ga nu eventjes lekker relaxen. Ik zou bij deze dan ook zeggen tot morgen, want ik ga niks meer doen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 3 juli. Ik ben klaargemaakt. Het is best wel fris gewoon eigenlijk. Ik weet niet eens hoeveel graden het is. Ik ga het even nakijken, maar ik heb het gewoon een beetje fris. Er zitten buien in de lucht. Dus ik heb het idee dat de regen zo meteen eruit gaat springen. Het is 18 graden. Dus dat betekent dat ik zo meteen even heel gauw naar de kliko loop om het kattengrid te lozen. En eventjes te kijken of de folders er zijn. En dat ik dan ook niet meer naar buiten hoef. Dus dat is wel fijn. Ik heb gisteravond even wat dingen teruggekeken. De moeite waard heb ik even afgekeken. Aflevering 2. Na een stukje van de quiz met ballen. Dat is op zich wel grappig. Alleen, ik heb echt het idee dat die bal nog best wel hard tegen je aan boinkt. Zo, dat het echt zo bam is. Want die mensen, volgens mij schrikken die mensen er best wel van. Ze maken echt zo'n sprongetje in dat zwembad dat ik denk, oh, ik zou het nog best wel eng vinden. Daarna heb ik even de prins met het grijze haar gekeken, of witte haar gekeken. Dat is wel heel schattig. Het waren mensen die waren al wat ouder en die gingen dan weer opnieuw trouwen. En ja, ik vind het wel aandoenlijk om te zien dat mensen om die stap nog durven te wagen. Zit zelf niet in mijn gevoel om te trouwen, zeg maar. Nou ja, wordt het ook een beetje lastig als je alleen bent. Maar ik vind het wel schattig om te zien dat die mensen de stap nog durven te wagen. Wat ik ook wel bizar vind, is dat je dan wel gekort wordt op je AOW en je pensioen. Als je dan weer samen gaat wonen. Dus dat vond ik wel een beetje apart. Maar het was wel schattig om te zien. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn een beetje licht. Ja, paars-roze-achtig. Ze zijn van de Daisy-lijn. Dit is dan de kleur Happy Daisy, sorry heet die. Dit is de kleur 04 Daisy Darling. Dat staat ook op het potje. Ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ik vind het wel een leuk kleurtje. De dekking is ook goed. Daarna heb ik even mijn foto's bewerkt. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Daar ben ik nu bijna doorheen. En toen ben ik blauw-blauw gaan kijken. Ben ik naar bed gegaan en mijn boek gaan lezen. Ik heb even mijn sportoefeningen voor jullie gefilmd. Dat ga ik jullie laten zien. En dan ga ik ondertussen hier even aan de schoonmaak. Dan ga ik eerst even de bakken leeghalen. Als ik naar buiten kan, dan zet ik daarna wel eventjes een was aan. Want dan ben ik misschien nog voordat de buien losbarsten weer binnen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Thank you.
Hé, ik ben weer klaar. Maar het ging niet van een leien dakje. Het ging allemaal echt heel stroef. Het wilde niet echt lukken. Ik had gewoon een beetje moeite met alles. Een paar keer een beetje afgeleid door de telefoon. Dus ja, dan ga je ook niet echt makkelijk verder. Maar goed, ik heb het uiteindelijk wel klaar gekregen. Dus dat is wel fijn. Bakken zijn verschoond. De was die draait nog. Want die zit er gewoon nog eventjes in. Die is ook nog niet klaar voorlopig. Die hang ik straks later wel op. Dus ik heb even de matjes van de kattenbakken heb ik in water gezet. Dus ja, nu is het gewoon even een kwestie van dat straks gewoon eventjes uitspoelen en even in de douche te drogen hangen. Ik had ook een beetje pech, want ik liet mijn handschoen in mijn waterbak vallen. Dus ja, die was ook nat. Die kon ik ook niet aan. Moest ik alles met één handschoen doen. Dus het was niet echt een hele fijne middag qua schoonmaak. Maar goed, dat komt ook wel weer goed. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer, ik weet er alles van. En daarna de Meilandjes, als het goed is de laatste. Daarna ga ik even gamen. Ga ik mijn blogpost schrijven. En misschien nog even wat doen op de computer. Moet ik even kijken. Dan ga ik verder met mijn Netflix serie. En daarna weer blauw blauw kijken. En dan weer naar bed om mijn boek te lezen. Dat wordt het ook. Ik ga jullie dan in ieder geval ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker bijkomen. Want ik heb het bloed heet. Ik heb de ventilator aan. Dus ik moet gewoon eventjes relaxen nu. Hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 4 juli. Ik ben klaargemaakt. En mijn oma is vandaag jarig. Ze is 91 geworden. Super mooie leeftijd als je dat mag bereiken. Vorig jaar hebben ze het heel groot gevierd. Daar was ik ook niet bij, omdat ik dat gewoon niet ging redden qua vervoer. Dit jaar had mijn oma zelf al aangegeven dat ze niet wilde dat het weer gevierd werd met iedereen. Dat vond ze toch veel te druk. Nou, ik ben alleen maar blij dat ze dat zelf heeft aangegeven. Want mijn oma is normaal altijd, is gewoon altijd gewoon een heel goeie iemand van ja hoor en nee hoor. En gewoon heel goeig. Ik ben alleen maar blij dat ze ook zelf nu al aan heeft gegeven van nou, dat hoeft voor mij niet. Dus nou kon iedereen zelf gewoon eigenlijk een beetje beslissen wanneer ze gingen. Mijn moeder en Nathalie die zijn dan wel vandaag gegaan. Mijn oom en tante gingen dan ook. Maar de rest moest iedereen zelf dan maar een beetje invullen. Ik moet eventjes met mijn coach overleggen wanneer ik zou kunnen gaan. Want het is altijd een beetje afwachten. Dat weet ik verder ook niet. Dus dan moet ik even kijken. Maar 91, ja jongens, wat een leeftijd hè. Ja, ik zag net dat er weer een code oranje is afgegeven. Dat code geel al vanavond ingaat. En dat er weer kans is dat je spullen weer wegwaaien. Dus dat betekent dat ik einde van de middag wel weer even mijn stoeltjes en mijn tafeltje naar binnen moet trekken. En daar baal ik best wel van. Want ik moet alles in huis neerzetten. En dat is gewoon niet zo heel erg handig. Maar ja, goed, het moet toch gebeuren. Want je wil niet dat je vliegende stoelen of een vliegende tafel hebt. Kijk of het uiteindelijk weer zo heftig gaat worden als dat ze zeggen. Dat is toch altijd de vraag. Ik bedoel, vorige keer viel het ook reuze mee. Had ik alles voor Jan Doedel binnengehaald. Maar ja goed, je wilt het risico gewoon niet lopen. Was trouwens ook even, ik was de vlog zaterdag aan het editen. En toen had ik dus pas te laat in de gaten dat het tijgertje mijn microfoon aan het likken was. Dat een heel vervelend geluid geeft. Dus daar moet ik echt even op letten dat ze dat niet meer doet. Het was met de boodschappen laten zien. Ja, ik kon er helaas niks meer aan veranderen. Ik heb gisteravond de Meilandjes gekeken. Dat was de laatste aflevering. Dat gaat volgend seizoen nog wel weer verder. Ik weet niet wanneer dat ingaat. Daarna ben ik eventjes nog gaan gamen. Ik heb een blogpost geschreven. Heb nog wat nieuwe muziek. Of nieuwe muziek. Eigenlijk oude muziek die ik al heel lang ken. Die ik weer op mijn iPod heb gezet. Toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken. Vanavond de laatste aflevering. Daar baal ik een beetje van. Nu begint 6 juli. Begint weer een serie die ik graag wil zien. Dus dan heb je zo'n overbrugging. Daarna ben ik even blauw blauw gaan kijken en toen ben ik naar bed gegaan om het boek te lezen, dus dat was verder allemaal prima. Ik ga zometeen gewoon een video opnemen en daarna nog even diamond painten en even stofzuigen en zo. Ik heb ook vannacht voor het eerst geslapen zonder een ventilator aan. Dat is ook wel echt, was ook wel weer een keertje lekker, want ja, ik heb hem eigenlijk al zo lang aan ik had gisteravond ook gewoon koud, dus ik denk het was ook wel lekker. Ik zag net een meisje de hond uitlaten. Die zag ik ook in een lange broek en een trui lopen. Ik dacht, het kan ook eigenlijk wel. Het is buiten niet echt warm.
Ja, dat is dan wel weer een heel verschil, omdat je eigenlijk van het weekend weer sky high gaat qua temperaturen. Dus ja, dat eigenlijk. Ik heb die pseudo-kruin, ik heb echt het idee dat het werkt. Ik heb echt het idee dat de plekken minder gevoelig zijn. Ik smeer 3 keer per dag. Als ik wakker word, smeer ik. Dan smeer ik na het douchen weer en dan smeer ik voor ik ga slapen nog een keer. Dus ja, ik heb het idee dat het wel zijn vruchten afwerpt. Want het is, ja, het voelt al een stuk beter aan, dus dat is heel fijn. Goed, ik ga eventjes mijn dingen doen en dan ga ik de video opnemen. En daarna neem ik jullie nog even mee met Diamond Paint. Zo, het balkon is leeg. Ik zal jullie even laten zien waar ik alles heb neergeplant. Want ja, het staat nu allemaal in huis natuurlijk. Hier staat een deel van de tafel. Dan gaan we eventjes naar de gang. Hier het onderstelsel van de tafel en hier de stoelen. Dus nou, code oranje kan komen, want alles is in ieder geval hier veilig binnen. En ja, misschien heb ik het voor niks gedaan, maar ja, beter het zekere voor het onzekere. Zo. Dat is wel even lekker. Ik heb de video opgenomen. Ging op zich wel goed. Alleen de katten moesten weer steeds op de bak natuurlijk. Even lekker diamond painting gedaan. Dat was ook alweer heel lekker.
Dus ben ik ook wel weer blij mee. Ik vind het ook wel leuk als hij straks af is. Dan kan ik ook weer een nieuwe beginnen natuurlijk. Maar dat is allemaal gedaan. Nou, toen heb ik net even de stoelen en het tafeltje naar binnen gehad. Hebben jullie kunnen zien hoe ik dat heb geplaatst. Want ja, weet je, misschien valt het reuze mee. Het is nu ook nog zonnig, maar ja, ik weet het niet. Weet je, als het voorspeld wordt, ik neem liever het zekere voor het onzekere. Als ze echt zeggen, ja, je moet je spullen naar binnen halen, want het kan gaan wegwaaien. Ja, dan heb je gewoon liever dat het in huis staat. Dus ja, goed, ik heb alles in ieder geval veilig neergezet. Dus dat is fijn. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik weet niet of je vanavond nog Zeewan geconfronteerd hebt. Dus dan moet ik eventjes kijken of dat komt. En anders misschien nog iets terugkijken of zo. Ik heb volgens mij geen tv-gids-app meer. Zal ik eens eventjes kijken. TV-gids vandaag. TV-gids. Ik had vroeger zo'n tv-gids-app, maar dat is er niet meer. De tv-gids van vandaag. Yes. Ja, dan moet ik wel eventjes naar RTL 5, want ik zat nu bij NPO 1. Zeeman confronteert. Oh, het is herhaling. Er staat een haartje achter, dus dat is een herhaling. Dus dat ga ik dan waarschijnlijk niet kijken, want de kans dat ik dat al heb gezien is groot. Ja, helaas. Maar ja, daar ga je ook een beetje heen natuurlijk. Nou, dan ga ik sowieso wel eventjes lekker gamen. Dan denk ik even terugkijken. Dan ga ik mijn vlog verder afmaken en mijn foto's bewerken. Dus dat ook weer klaar. De laatste aflevering van mijn Netflix-serie dus kijken. En daarna weer blauw. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Dus dat wordt verder een beetje de avond. Dus niet heel bijzonder. Dus nou ja, goed. Gewoon een beetje basic. Ik ga bij deze dan ook de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Het was ook weer lekker gegroeid, zag ik. Want ja, ik zit nu op deze abonnees, daar ben ik wel weer heel dankbaar voor. Dus superleuk. Nou, mocht je deze video leuk gevonden hebben, doe dan zeker even je duimpje omhoog. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!